Dank u wel. Ook van mijn kant een goedenavond. Ook de pers welkom. Als ik heb over onderwijs, wetenschap en cultuur, zal iedereen natuurlijk geïnteresseerd zijn in het start van het schooljaar 2024-25. Zoals ik al eerder altijd heb gezegd, we hebben issues. Het is nooit zo bij ons dat het heel goed gaat in één keer. We zien dus heel veel uitdagingen die te maken hebben weer met herplaatsingen, verplaatsen van studenten. We zien basisschool loopt heel goed. We hebben heel het grote toevoer van jonge kinderen, kleuteronderwijs in verschillende gebieden. We zien wel een enorme toevoer vanuit Paramaribo Zuid. En wat wij ook zien is een instroom van Haitianen, Brazilianen, Venezuelanen, Cubanen. Wat ook een complicatie geeft in ons systeem, want de kinderen zijn vaak in hun eigen taal machtig. En we gaan dus ook in klassen moeten zetten. Dat is een hele interessante ontwikkeling in ons onderwijs. Wat je ziet dat in het basisonderwijs een aantal ouders vragen voor verplaatsingen van hun kinderen omdat het te ver of te dichtbij is. De grootste zorg bij ons is in de klassen dus 9, 10, 11, 12. Waarbij mensen die dus een schooladvies hebben gehad in leerjaar 10... naar twee mogelijkheden gaat dat, beroepsvormend of algemeen vormend. En daar zit wat schaarste bij, want je ziet dat je dus heel veel leerlingen kiezen toch voor algemeen vormend onderwijs. En we zien dat bij dit jaar bij beroepsvormend het minder is. Waardoor je wat spanningen krijgt. We zijn nu met de operatie bezig waarbij we een aantal scholen die te maken hebben met beroepsvormend onderwijs moeten ombouwen naar algemeen vormend, omdat we die piek zien in Paramaribo Zuid. Dat gaat zeker om een kleine 800, 900 leerlingen die moeilijk geplaatst zijn op dit ogenblik. We zijn nu die scholen in orde aan het maken. Dat geeft wat irritaties deze komende weken. Verder zien we dat het VOS gaat vrij goed. Maar het piek zit natuurlijk in het voortgezet onderwijs, de klassen 8, 9, 10, 11, 12. En met name zie je natuurlijk dat die splitsing tussen beroepsonderwijs en algemeen vormend onderwijs. Dat zijn de perikelen op dit ogenblik. We hebben bezoek gehad de laatste 3 dagen op het ministerie van ouders. En het ging meer om inschrijvingen. Wij hebben altijd een systeem dat op het moment dat de school afgelopen is, zo medio augustus, worden er speciale data's duidelijk gemaakt voor inschrijvingen. Velen nemen dat serieus, melden het kind keurig in de eerste ronde inschrijvingen. Sommigen vinden dat ze dat niet moeten doen, kan. Er is dan een na-inschrijving. En bij de na-inschrijving, dan zie je een stukje broeien op zijn Surinaams. Omdat men snel nu een plaats voor het kind wil vinden. Dat is niet de schuld van het ministerie. Dat is nou het eigenheid van ons volk. Dat men kennelijk toch op het laatste wacht. En dan krijg je spanningen, want de scholen raken vol. Vooral de scholen waar hun voorkeur zouden gaan. Dat betekent dat let je op de relatie, adres waar de familie woont, in relatie tot de school. En je ziet volle bakken. Waardoor ze steeds verder gedwongen worden van huis te wonen. Ze vragen ons om te helpen en men kan daarvoor erg emotioneel worden. We proberen waar we kunnen proberen natuurlijk te helpen de kinderen te plaatsen. Wij hebben ook een beroep gedaan op bijvoorbeeld onze vrienden van de FIBO-scholen, de denominaties, waar we subsidie aangeven. En we zien toch dat er al grote medewerking bestaat om ook een aantal leerlingen te plaatsen bij bijzondere scholen, omdat je toch dicht bij je huisadres wil wonen. Aan de andere kant moeten we een hele grote operatie opstarten die te maken heeft met transport. De verder gelegen scholen, daar moeten busroutes worden uitgezet. We hebben al een hele hoop busroutes, bijna 900, maar we zien dat door het nieuwe schooljaar wordt zeker nog weer nieuwe routes gaan moeten instellen. Alleen om steeds toe te komen aan en tegemoet te komen aan de behoeftes van natuurlijk de kinderen. En je ziet ook weer een druk op onze Herenstraat, waar de afdelingen zijn die met schoolvervoer te maken hebben. Dus dat zijn deze dagen
Hele drukke dagen voor staf en leden van ons ministerie. Maar nogmaals, zoals ik als altijd heb gezegd, onze ambtenaren van onderwijs, wetenschap en cultuur zijn een stukje creatief. En we zeggen dat we binnen nu en een paar weken langzamerhand de problemen moeten oplossen. Wij hebben ook een probleem met een stukje demografische ontwikkeling goed te interpreteren, om dan goed te kijken hoe je die scholenplanningen op een correcte manier, we noemen dat mooi woord onderwijsplanning. En dat betekent je interpreteert de demografische ontwikkeling in de stad en de districten en je gaat kijken waar is behoefte aan scholen, wat voor type scholen. En wat wij dus nu zien is dat het echt noodzakelijk wordt op basis van de actuele gegevens. En we hebben nu een census lopen 2024 na 12 jaar waar we goed kunnen zien en we zullen zien urbanisatie. We zullen zien in verplaatsingen in het district Paramaribo voor het zuiden, maar ook in Wanica dat we daar scholen moeten bouwen. Dat moeten we vroeg doen, omdat we ook naar plekken moeten wijzen, en zeker met de nieuwe verkavelingsprojecten, waar de woningbouw door de regering wordt uitgezet, moet ook de planning gemaakt worden voor scholen, omdat je communities gaat hebben daar. Je moet niet alleen aan de infrastructuur denken, maar infrastructuur heeft ook met scholen te maken. En daar zitten we een beetje krap in. En we gaan veel meer stappen moeten maken om de relatie onderwijsplanning en je demografische gegevens goed te interpreteren. We zien aan de andere kant heel veel jonge kinderen opkomen in het systeem. Aan de andere kant zien we dus dat het bevolkings diversificeert. We zien ook naast de bestaande bevolkingsgroepen die we kennen, komen steeds ook andere anderstaligen. Dat geeft soms complexiteit in het onderwijs, maar door betere planningstechnieken te gaan gebruiken, gaan we langzaam moeten bouwen en die behoeften moeten inlopen. Dat gaat niet in één keer, dat gaat geleidelijk aan. Je moet ook de financiering van een school hebben. Een school bouwen is niet alleen iets met vier muren en een dak. Je gaat ook inhoud moeten geven in interieur, meubilair, leerkrachten. Wat we dus zien ook is dat een aantal leerkrachten zijn vertrokken of met buitenbezwaar. En dat betekent, geeft ook spanningen in bij de start van het nieuwe schooljaar. Zorgen dat op elke school natuurlijk een optimale bemensing is van leraren. En wij zien er zijn issues waarbij toch op een aantal scholen een tekort is aan leerkrachten. We gaan steeds meer gaandeweg deze maand beter grip opkrijgen waar die gaten precies vallen. Maar dat zijn de issues dus op het ogenblik. Inschrijvingen, plaatsen, schoolgebouwen, lokalen. En we hebben dus ook de plaatsing van overal van leerkrachten. Ik denk dat het op dit moment even zo laat. Ja. Dank u wel, minister Oru. We vervolgen met minister Desai. Dank u wel, meneer Seijman. Dames en heren van de pers, ook van mijn kant uit een goede avond. Ik wil even ingaan op twee zaken. Eén is dat van onze carbon credits. Het is zo dat we in augustus officieel hebben bekendgemaakt in de media, nationaal en internationaal, dat we officieel ITMO's hebben op de markt. En dat is dus de internationale markt. En wat zijn ITMO's? ITMO's staan voor International Transferable Mitigation Outcomes. En dit zijn resultaten die we hebben kunnen bereiken op basis van onze inzet, onze mitigatie inzet in onze bosbouwsector. Men kent het als carbon credits, maar er is een perceptie in de samenleving dat je carbon credits alleen kan verdienen uit het feit dat onze bossen CO2 kunnen absorberen. Maar er is een groot verschil en dat moet ik wel benadrukken, omdat we bij het eerste dat we nog niet kunnen verdienen eruit, omdat het Parijsakkoord welke wij volgen, dat nog niet heeft geregeld. Over twee maanden moeten we naar de COP en dan moeten wij als CITES-landen, small developing countries, island countries, moeten wij dus naartoe werken om dat op een gegeven moment wel te kunnen krijgen, dat we dus uit onze biodiversiteit, uit onze bossen kunnen verdienen. De andere optie is om te kunnen verdienen uit removals. Dat zijn dus mitigatieresultaten. En ik heb het al eerder verteld, maar ik wil het natuurlijk weer benadrukken. Het is iets dat we
dat we goed moeten vertellen aan elkaar, zodat we het goed begrijpen, is dat we dus de ITMO's hebben op basis van mitigatie. En deze ITMO's die we op de markt hebben, wij zijn de eerste in de wereld. We zijn niet de eerste in de wereld als het gaat om carbon credits verkopen, maar we zijn wel de eerste in de wereld als het gaat om carbon credits verkopen die voldoen aan de standaarden van, van het Parijsakkoord, de UNFCCC. Deze ITMO's kunnen, hiermee kunnen we andere landen helpen die hun klimaatdoelen hebben uitgezet om carbon neutraal te worden. En wat het unieke is van ons land is dat wij dus een van de weinigen zijn, een van de drie. Naast ons heb je Panama en nog één Aziatisch land. Ik kan even niet op die naam komen, ik zal dat straks wel vertellen als het in me opkomt. Een van de drie zijn wij die in staat zijn, omdat we carbon negatief zijn, onze resultaten te verhandelen. Zodat andere landen dat kunnen gebruiken op hun balans om carbon neutraal te worden. En de vraag is natuurlijk, we hebben de FID getekend, hoe staat het nou met onze balans als we met onze oil en gas gaan starten? En dat is het mooie ervan. We hebben dus twee mogelijkheden. We hebben mitigatiemogelijkheden en we hebben de absorptiemogelijkheden. Deze mitigatiemogelijkheid zetten we voort. En dit zorgt nog meer dat we dus carbon negatief zijn. De projectie is ook al gemaakt dat ondanks we starten met de productie in 2028, dat we nog steeds carbon negatief blijven. We kijken ook naar een mogelijkheid om in feite onze groene strategie uit te zetten. En eens groene strategie, dus hiermee zijn we, dit zijn we bezig, we zijn er bezig mee, we kijken naar de mogelijkheden, is dat we onze ITMO's gebruiken als mogelijkheid om de olie die we exporteren groen te maken. In de zin van dat wij de olie die we exporteren koppelen aan onze ITMO's. Dus dat wanneer er zoveel wordt gekocht, verkocht aan barrels, dat het wordt gelinkt aan onze ITMO's, zodat het neutraal wordt, carbon neutraal. Dus dat is een mogelijkheid dat we bekijken, zodat we in feite carbon neutraal olie kunnen exporteren. Maar dat is nog in de pipeline, dus dat moet nog goed besproken worden en uitgewerkt worden. Maar het staat wel vast, we hebben de ITMO's die op de markt zijn. We hebben ongeveer 150 mensen die interesse hebben getoond. Van de 150 mensen zijn er 50. Bedrijven. Er zijn 50 bedrijven die een beetje serieuzer hebben gereageerd. Onze verwachting is dat we tussen de $25 en $30 per ton CO2 kunnen verdienen aan onze ITMO's. En onze ITMO's die we op de markt hebben is 1,5 miljoen ton CO2. En wat ik extra wil benadrukken, dat dit komt door de bosbouwsector. Er is gekeken naar efficiëntere houtkap in de bosbouwsector. Er is gewerkt met bijvoorbeeld een kapplan, gekeken naar sleepwegen, effectievere sleepwegen in de bossen, zodat je minder bomen kapt. Dus dat is wel iets dat gaat spelen in de komende tijd. En zal er misschien een vraag komen, maar minister, wanneer krijgen we dat geld? De verwachting is dat we voor eind van dit jaar, het zou heel mooi zijn als we bij de kop al zeggen van oké, het is al verkocht, maar voor eind van het jaar moeten we cashen, moeten we inkomsten hebben. En de inkomsten die we eruit verkrijgen, die gaan voornamelijk naar milieugerelateerde activiteiten. Een deel gaat natuurlijk naar de inheemse en de tribale volkeren. Een deel gaat dus naar ons Sovereign Wealth Fund. En een deel gaat zeker naar kosten die te maken hebben met het verkrachtig worden van onze samenleving tegen klimaatsverandering. Omdat we een van de 10 meest kwetsbare landen zijn in de wereld tegen klimaatsverandering, terwijl wij geen bijdrage hebben geleverd aan die klimaatsverandering. We hebben juist zoveel jaren en eeuwen CO2 geabsorbeerd voor niks, voor gratis. En daarop moeten we dus onze stem laten horen. Het tweede wat ik wil delen met u is het incident Afobaka, Stuwmeer. We hebben begin september, dat is 8 september, hebben we het bericht gehad van de DC, van Brokopondo, DC Mendelssohn, dat er een truck is omgekanteld in het Stuwmeer. Dat is in het gebied van Bakaliba. We zijn
Direct de volgende dag hebben wij actie ondernomen. De NMA, de Nationale Milieuautoriteit, welke is gelaunched in 1 juli, is naar het gebied geweest samen met NCCR, samen met BOG, samen met de politie. En dan hebben zij onderzoek verricht. Er zijn 4 monsters, watermonsters genomen in het gebied en die zijn gebracht naar het lab. De resultaten geven aan, want er is dus gewerkt met standaarden, USEPA, dat staat voor de US Environmental Protection Authority standaard, en het IFC, dat is een standaard voor metalen, om te kijken hoe ver er contaminaties van metalen. De resultaten wijzen uit, die zijn binnen. Dus de resultaten van het NMA zelf, die de monsters hebben genomen, die wijzen uit dat er geen cyanide voorkomt. Omdat het onder de maximale standaard is en dat de pH-level dus binnen tussen 5 en 9 is. Het is op tussen 7,4 en 7,8. Verder is ook gebleken dat er zakken naar boven zijn komen opdrijven. Gele zakken en witte zakken. De NMA heeft monsters genomen van die zakken en samen met het OM zijn we bezig om verder te onderzoeken van waar de zakken komen, van wie de zakken zijn, toch, en wat er precies in die zakken zijn. Als er cyanide is, dan moeten de resultaten dat uitwijzen. Dus daarmee zijn we nog bezig, het OM is bezig met het onderzoek. Zodra er informatie is, zodra er resultaten zijn, wordt het dan bekendgemaakt. Verder hebben we net van het SWM, want de vraag is van hoe veilig is het water daar? Want er zijn opnamepunten in het Stuwmeer van het SWM. Er zijn de drie opnamepunten in het Stuwmeer zijn getest en ik heb de resultaten. Het gaat om Klaaskeekrivier, station Stuwmeer, intake PSBW, Stuwmeer 20 kilometer van het incident, dat is het derde. En die wijzen ook uit dat er geen cyanide voorkomens is. Dus volgens de resultaten geen cyanide bij de opnamepunten van SWM. We zijn nog bezig met het onderzoek. Het OM is bezig ermee om te kijken, nogmaals, van wie is de truck, wat zit er precies erin en van waar komt het vandaan. In de tussentijd is NCCR heeft het gebied afgebakend, heeft water getransporteerd naar de mensen die daar rondom de plek, hoe noem je dat, wonen. En we wachten het onderzoek af van het OM en de NMA. Tot zover. Dank u wel, minister. Voordat we overgaan tot het stellen van uw vraag, wil ik u beleefd vragen om uw naam door te geven en uw mediahuis kenbaar maken. Bij wie kunnen we beginnen? Goedenavond, de naam is Doris Vitalini van Sunweb TV. Dan ga ik nu even starten met de minister van Onderwijs. Minister, u heeft net aangegeven dat we allemaal weten dat bij het begin dingen niet altijd zo goed van start gaan. En dat zijn we gewend van het ministerie, geeft u aan. Maar zouden we niet eraan gaan moeten werken dat we goed starten om nou eigenlijk een succesvol schooljaar te hebben? Want als u aangeeft dat het elke keer gebeurt, betekent dat er niet genoeg huiswerk wordt gemaakt. Ten tweede, de vakantiescholen, we hebben geen update gehad hoe het is geweest, want we hebben enkele leerkrachten ook in de vakantieperiode gezien die hun misnoegen hebben geuit over hoe zaken zijn gegaan tijdens deze periode van het verzorgen van lessen in de vakantie. Wat kunt u ons vertellen? Misnoegen? Laat me daarmee beginnen. De vakantiescholen zijn vrij succesvol geweest. We kennen 2 elementen. We kennen de herkansingsscholen, waarbij de kinderen die of rekenentaal 4, 5, 5, 4 of 4, 4 zou hebben gehad, kansen kregen om door middel van een aantal ondersteunende lesuren opnieuw te herkansen. En dat is vrij succes geweest. 91% heeft het gehaald. Dat betekent bijna 470 leerlingen zijn alsnog overgegaan.
Vervolgens zijn we overgegaan naar de aandachtsscholen. Dat is voor de kinderen die zijn blijven zitten, maar die dus achterstand hebben. Leerachterstand is vrij succes geweest. Er is één geval geweest en dat moeten jullie goed optekenen. Dat is in Kommerwijnen gebeurd, waar men dacht dat men een grap dacht uit te halen. Doordat men heel veel leerkrachten heeft opgegeven op een school, terwijl er maar een heel beperkt aantal leerlingen was. En gelukkig dat onze directeur schoolbezoeken had georganiseerd en die kwam erachter dat je daar dus heel veel leerkrachten hebt, maar waren het 15 leerlingen en die school hebben we gecanceld. En dat heeft gezorgd voor irritatie. Dus voordat we veralgemeen, ik moet die dingen goed uitleggen. Voor je conclusies trekt, moet je weten dat het gaat om één geval van Kommerwijnen. En dat er daar hebben wij ingegrepen en dat heeft geleid tot negatieve verhalen. Over het algemeen, er is een verslag ook bekend van de school, is het een zeer succestraject geweest. En wat wij gaan doen, is het voortzetten. Wij hebben gehoord dat het misschien niet goed is om het in de vakantie te doen, omdat het vrijwillig is, zowel voor de leerlingen als de leerkrachten. En dat we tegen het einde van augustus, dit soort zaken, direct dus met, laten we zeggen, na tussen 15 augustus, 14 augustus en eind augustus gaan doen. Dat is eigenlijk het leerproces wat wij gehad hebben. En voor de rest praten we over 180 leerkrachten die hebben meegedaan, 30 scholen. Ja, en dus voor ons is het experiment zwaar geslaagd in elk geval. En ach, die negatieve figuren die daar iets te vertellen hebben, als je naar de mensen zoekt, kun je ze niet vinden. En we hebben gezegd, we laten het voor wat het is. Maar voor ons is het experiment dus goed geslaagd. En wat wij nu doen is dat toch de leerachterstanden heb je in het systeem. Wat je moet doen is dus toch wel op basis van de schoolrapporten zullen we toch veel meer met de schoolleiders praten. En erop letten dat de kinderen met leerachterstanden bij een vak of meerdere vakken, ook bijvoorbeeld tussen 1 en 3 of op de zaterdag in het systeem toch een stukje ondersteuning moeten krijgen om in elk geval die leerachterstanden terug te brengen. Dat gaat met een stukje zorgcoördinator, met extra steun. En we hebben nog een aantal mensen in het systeem die om allerlei persoonlijke redenen niet hebben kunnen meedoen, dat we alsnog die mogelijkheid creëren. Wat betreft uw eerste vraag kan ik heel simpel zijn. Het systeem in Suriname is nou eenmaal zo dat je op een aantal variabelen kan beheersen en een paar niet. We hebben demografiegegevens. En wie daar ook komt op die stoel zal niet in staat zijn alles te beheersen. We gaan rekening moeten houden in Suriname met het type eigenschappen van ons onderwijssysteem die we gewoon hebben. Het is zo geïmporteerd. En natuurlijk moet je werken aan de ideale situatie, maar dat gaat heel lang duren. Het heeft gewoon te maken met de beschikbaarheid van leerkrachten, de beschikbaarheid van scholen, de toevoer van leerlingen. En dus elk jaar is er een issue. En dat zal nog steeds zo blijven verplaatsen. Want we hebben nou eenmaal niet de luxe in ons systeem dat de scholen overal in alle buurten scholen beschikbaar zijn. Misschien ga je dat over 10, 20 jaar kunnen bereiken. Dat je inderdaad in alle buurten voldoende basisscholen hebben, voortgezet scholen, onderwijsscholen en dat kan je dat krijgen. Maar dat is op het ogenblik een illusie, gelet op de grootte van ons land, de verschillende districten. En ik denk dat we dat dus nu moeten onderschatten, dat het systeem die we nu kennen uit zijn voegen aan het groeien is. Dat wil zeggen, je demografische ontwikkelingen van hoe jouw bevolking zich verplaatst over de verschillende districten, onvoldoende is afgestemd op de onderwijsplanning. En dat is een grote uitdaging om dat op orde te krijgen. Dus voorlopig zullen we deze calamiteiten mee leren leven en proberen te minimaliseren. Maar dat ideaalbeeld ga je over een paar jaren krijgen door flink te investeren in de bouw van scholen, met name Paramaribo Zuid en Wanica, waar we zien die verschuivingen. En dan heb je natuurlijk een speciale issue, is onderwijs binnenland, waar we dus ook heel veel dieper. Ik had de presentatie vandaag ook in de Raad van Ministers, waar we ook nog een keer hebben laten zien met de cijfers en de issues, dat dit niet een vraagstuk is van onderwijs alleen. Het is een heel complex vraagstuk van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, regionale ontwikkeling en een aantal ministeries, TCT, vervoer.
Het is een complex verhaal. Om optimaal een bediening te doen naar het binnenland toe ga je dus een paar maatregelen moeten nemen, waarbij onderwijs veel meer ondersteuning gaat moeten krijgen van een aantal ministeries om dit probleem optimaal op te lossen. Goedenavond, Amanda Palis-Kienhuis. We gaan even doorborduren op minister Ory. Minister Ory, we hebben weer een issue van die schoolvervoerders en die vakantievervoerders die hebben aangegeven dat ze nog steeds niet volledig zijn uitbetaald. Hoe staat het daarmee? Ook zijn er ouders geweest die hebben geklaagd dat hun kinderen een weekje maar extra lessen of herkansingslessen hebben gevolgd terwijl ze voor 3 weken of 4 weken volgens mij lessen zouden moeten volgen. Is dat bekend bij u en heeft het ministerie dit opgevangen? En ook hebben we begrepen dat er een tekort is aan leerkrachten in bepaalde vakken. Hoe gaat u, is daar al een oplossing voor? Om met het laatste te beginnen, tekorten aan leerkrachten gaan we blijven houden in ons systeem. We hebben wat tekorten bij natuurkunde. Wiskunde, dat zijn de exacte vakken. We zien bij talen, bij Engels. Spaans hebben we een paar oplossingen voor gebracht door ook lokale Cubaanse mensen in Suriname wonen. We worden nu een stuk of 10 opgeleid. We hebben speciale klassen voor natuurkunde nu met 65 leerkrachten die meer biologie en scheikunde hebben gedaan. Zijn ze bezig om te scholen, natuurkunde leerkrachten. We zien inderdaad een stukje vertrek naar het buitenland en een stukje mensen die dus ook vragen voor buitenbezwaar zijn tekenen dat ze vertrekken. Dus die tekorten zullen we blijven houden. Je probeert natuurlijk met een stukje creativiteit te zorgen dat bij een aantal scholen dus dit probleem wordt opgelost. Maar nogmaals, het gaat structureel blijven tekort aan leerkrachten. En je kan alleen met het IOL en de bestaande pedagogische instituten afspraken maken. Ik geef u maar een kengetal. De inschrijvingen om voor de opleiding van leraren heeft dit jaar maar ongeveer 25 leerlingen hebben zich nu ingeschreven bij SPI. Dat is ook een vaag teken dat het beroep inderdaad imago onderleidt. Want het is een hele een van de laagste instroom die we gezien hebben. CPI tot nu toe hadden ze 0. Dus dat betekent dat is ook een ernstige vaag teken ook. Leerkrachtenproblematiek zullen we moeten bekijken om op te lossen op een andere manier. Veel creatiever moet ik gaan, maar wat we nu doen is inventariseren waar de tekorten van leerkracht op welk gebied zitten. We gaan dat straks dus zowel voor het algemeen vormend onderwijs als voor beroepsonderwijs. Over uw vraag terug over een week maar, ik heb wat vage opmerkingen gehoord van gevallen. Maar dat heeft meer te maken dat er een aantal leerkrachten, die ons bekend is, die midden in die sfeer op een gegeven moment hebben gezegd dat ze toch behoefte hadden aan hun vakanties. Tweede was dat de leerlingen toch vonden dat ze plotseling niet meer naar de scholen gingen. Dat zijn een aantal gevallen, maar het grote deel heeft gewoon meegedaan. En wij kijken niet naar die gevallen, we kijken meer naar degenen die hebben meegedaan. En dat is vrij succesvol geweest. Al wilt u het misschien niet geloven, het is vrij succesvol geweest voor ons. En uw derde vraag had over schoolvervoer. Het is elke keer een verhaal van de mensen. Wij hebben vanuit het ministerie ons best gedaan de papieren zaak, de administratieve zaken af te wikkelen. En het is nu op het moment in afstemming met financiën wanneer de betalingen plaatsvinden. En dat is dus wat het is op dit ogenblik. Ik kan het niet mooier maken voor jullie. Ja, nee. Goedenavond, mijn naam is Gloria Botse, Rasonic en Trafasde. Een vraagje aan de minister van Onderwijs, daar ga ik even verder mee door. Minister Dasai, we komen zo bij u. De schoolcampus op Hannover en Mungo Tapu, zijn ze ook al van start gegaan in oktober? U bent net gevallen over het woordje misnoegen, maar ik denk niet dat het een zwaar woord is hoor, minister. Het betekent iemand was boos, iemand was ontevreden, dus volgens mij was het niet zo'n zwaar woord. Hoe zit het met, u heeft aangegeven de dingen die dus, waar u tegenaan loopt, transport,
leraren die niet, er niet meer komen, te volle scholen. Is dat niet vooraf bekend bij u dan? Dat u dus weet van oké, die scholen zitten vol of het transport daar is niet goed. Want is dat niet iets dat je vooraf regelt? Dank u wel. Dat is een goede vraag. Was het maar zo. De praktijk bij ons leert gewoon dat je afhankelijk bent van de betrouwbaarheid van informatiestromen vanuit de verschillende scholen. Daar zijn schoolleiders voor verantwoordelijk, maar we hebben een systeem van particulier onderwijs, bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs. Wil je vanuit het ministerie, vanuit je dashboard, goed kijken hoeveel plaatsen heb je op welke school en welke type, daarbij moet je informatie betrouwbaar zijn. Wat we zien is dat in de praktijk er een misvorming van informatie is, omdat schoolleiders op cruciale momenten niet altijd de juiste hoeveelheid klaslokalen, beschikbaarheid van tafels en stoelen en dus leerlingen doorgeven. Waardoor je altijd kijkt van nou, vanuit onze inschattingen zien we dat het goed zit. Maar die praktijk is dus hard, waardoor mensen die zich gaan inschrijven op die scholen te worden, het is vol, ze keren terug. Dus er is iets mis met die informatie. Wanneer ik nu veldonderzoek doe, wanneer mij mensen dus het veld ingaan, constateren ze klassen van 15 mensen. Klassen die helemaal leeg zijn, niet gemeubileerd zijn. Dus er is een, wat wij doen is een informatiesysteem betrouwbaar maken dat wanneer we bij de start en de voorbereiding van het schooljaar moeten wij veel meer betrouwbaarder kunnen terugvallen met informatie vanuit die verschillende scholen. Hoeveel plekken hebben wij? Ja, zodat je dat beter kan afstellen. En wij zien ook dit jaar weer grote verrassingen. Je schat in wat je hebt en je denkt het loopt goed. Maar in de praktijk zie je de spanningen. Mensen gaan naar school en krijgen ze te horen, je kan je kind niet inschrijven omdat het vol is. Wat is vol? Je hebt een klassendeler. Hoe noemen wij mooi 30, 35. In sommige gebieden gaat het ook naar 40. Maar de rule van ons is 30. Is een mooi klasje in Suriname. Ideaal is 20. Maar in aantal buurten moeten wij dus die klassen delen vergroten. Omdat je anders gewoon grote problemen gaat krijgen. Nou, dus ga met die variabelen een beetje spelen. En dan zie je dus je constant misinformatie is over wat je beschikbaar hebt op welke scholen en vandaar je dus elk jaar weer voor die verrassing komt dat je dus die matching van de hoeveelheid beschikbare plekken op wat je nodig zou hebben dus anders ziet. Daarna heb je allerlei zaken rond bijvoorbeeld mensen hebben hertentamens, hebben laat ingeschreven, hebben zich niet ingeschreven. Weet u dat er heel veel mensen rondlopen in ons land die gewoon even de hele 2 maanden overslaan en plotseling op 1 oktober een kind melden? Het is gewoon Suriname op zijn best. Weet je, plotseling komen er 30 mensen zijn niet ingeschreven in Brokkoponde. 35 mensen komen uit het niks. En zo zie je dus dat je landelijk steeds informatie krijgt, inspectie krijgt te maken met verrassingen op Latour. Dat er plotseling 13 kinderen op een school willen aanmelden en er is geen plek. Nu vraag je Rara, hoe komen die kinderen daar? Van waar komen ze? Dus dat systeem in ons land heeft te maken met betrouwbaarheid van data. En daaraan moet je beter gaan werken aan systemen om betrouwbaarheid van je data. Dat doe je met CBB, ja, et cetera. Maar ook, je weet, als wij als Suriname verhuizen van straat E, A naar B, geven we gewoon niet door dat we verhuizen. Of we geven niet op tijd door. Neem bijvoorbeeld een districtje verhuis van Ikeri naar Paramaribo. Maar je vertelt niet aan CBB op tijd dat je dat hebt gedaan. Dus wat krijg je? Vervuiling in het systeem. Dus daarom geef ik aan, je kan nog allerlei mooie verhalen bedenken, maar je moet kijken hoe betrouwbaar is je systeem. Maar het is belangrijk wat u zegt, dat we data moet heel betrouwbaar zijn. De hele wereld draait om. Op je dashboard moet je weten zoveel scholen heb je, zoveel capaciteit. Wat heb je aan capaciteit in district X of Y? En daarmee ga je plannen. Ja, en plannen is niet alleen elk school, ja, maar je moet ook kunnen kijken op lange termijn. Je weet dat daar de bevolking aan het groeien is, dus je moet beginnen te bouwen. Snap je? En dat zijn dus de verrassingen in ons land, dat we veel meer beheersmatiger moeten gaan kijken naar data.
de ontwikkeling van demografische ontwikkeling in ons land. En dan gaan we langzaam een situatie creëren dat je een goed voorspelbaar schooljaar kunt krijgen om dit soort dingen te werken. Maar ik geef je aan, er zitten heel veel verrassingen gewoon elke keer. En wat zijn de oplossingen die u dan heeft? Want u geeft aan. U weet wat de problemen zijn. Wat zijn de oplossingen dan? Die data verzamelen, hoe? Wat kunt u nog meer doen als onderwijs om ervoor te zorgen dat dit niet elk jaar gebeurt? Nee, dus één is je datasystemen moeten betrouwbaar zijn, maar ook de discipline van schoolleiders om op een eerlijke, gedisciplineerde manier die informatie uit te wisselen. Als je zegt, op school heb je 15 lokalen en dat je dat, laten we zeggen, met een oppervlakte van 7 bij 7 meter kunnen 30 leerlingen goed met stoel en tafel zitten. Weet je dat je op die school met 15 lokalen 15 maal 30 leerlingen kunt plaatsen? Maar plotseling krijg je te horen dat je niet eens de helft kunt plaatsen. Dus zeggen we, hé, wat is er hier aan de hand? Dan hebben we nog onze bijzondere scholen die niet altijd natuurlijk hun eigen visie hebben hoe ze hun scholen beheren. Sommigen huren stiekemtjes voor andere doeleinden hun scholen aan anderen. Dat is niet bekend bij het ministerie. Dat zijn ook een paar verrassingen die we zijn tegengekomen. Dus jij denkt dat je 6 lokalen daar hebt. Maar die zijn er 3 lokalen maar. Dus het systeem moet veel betrouwbaarder worden. En dat noemen ze dus in de onderwijswetenschappen de onderwijsplanning. Dat is, planning betekent dat je dus je resources aan scholen, lokalen, meubilair, et cetera, moet afstemmen op de behoeften van die samenleving wat betreft het verplaatsen van mensen betreft. Ja, goedenavond, Naomi Hoever van de Snelle Pen. Ik heb ook een vraag voor minister Ori van Onderwijs. U praat, of u heeft meerdere malen het woordje misinformatie in de mond genomen. Van wie komt die misinformatie precies? En u wijst de vinger richting de schoolleiders van dat ze niet de juiste informatie hebben doorgegeven. De vraag aan u, hoe staat het met de controlemechanismen binnen het ministerie die erop toe zouden moeten zien dat die informatie die vanuit die schoolleiders komen juist is of komt juist is? En ja, u zegt ook dat, dat ouders niet melden wanneer ze vanuit een bepaalde wijk verhuizen. Maar we hebben ook gemerkt dat ouders voor een verrassing zijn komen te staan. Ze zijn naar school gaan en hebben gemerkt dat hun kindje niet meer op school X zit, maar plotseling naar school Y. Dus er is ook geen communicatie geweest vanuit het ministerie naar die ouders om ze tijdig te informeren. Hoe komt dat zo, minister? Dank u wel. Ja, dus het is een hele mooie cacophonie van opmerkingen achter elkaar. Luister, we proberen analyse te maken van wat is de problematiek. Ons ministerie communiceert de hele dag met ouders. Het is makkelijker geworden zelf met mobiele telefoon om nummers te krijgen. We hebben tot in het weekend belteams die met ouders praten. Dus laat me dat u alvast vertellen. Maar het is nou eenmaal zo dat mensen hun eigen planning hebben wanneer ze hun kind komen inschrijven. En dat betekent de eerste groep mensen wordt op de favoriete school al geplaatst. En dan krijg je de situatie dat je komt op een school, je wil graag je kind het dicht bij je huis hebben en dan is die school al vol. Dat betekent, ons team moet dan kijken waar is dus de mogelijkheid voor dicht bij de school. Ja, en dan krijg je dus niet de keuze van jouw favoriet, wat je zou willen. En dat leidt tot verhalen alsof wij niet communiceren. Maar juist in deze moderne tijd met mobieltjes is het heel makkelijk die ouders te bereiken. Ja, en mijn team heeft wekenlang zitten mensen aan de telefoon, gesprekken tot vanavond nog werken ze. Dus dat verhaal moet u niet meer vertellen. Er is heel goed contact tussen ouders. Tweede is, we moeten dingen niet veralgemeniseren. Ons ministerie heeft als uitgangspunt dat wij elk kind die dat geplaatst moet worden, tijd gaan nemen om met een oplossing te komen. Dat kan een week duren, dat kan 2 weken duren. En het is belangrijk daar dat wij zien dat langzamerhand eind oktober die oplossingen komen. Dus dat zijn de zaken die je in de praktijk gewoon waarneemt. Het is gedrag van mensen en dat gedrag is misschien ingeslopen door gemak of allerlei systemen. Want je gaat langzaam ordening en discipline moeten brengen. Bij de schoolleider is het ook hetzelfde. Hoe krijg je sporen die mensen aan om op tijd, wanneer je die informatie binnen moet krijgen, krijg van ze. Het is geen beschuldiging. Je probeert de mensen duidelijk te maken. Het systeem moet meewerken.
En wij hebben een periode nu in het land alsof mensen zich niet meer verantwoordelijk vinden om zich dit soort dingen serieus te nemen. En daar moet je dus echt goede afspraken met ze gaan maken. Dat op bepaalde tijden, als je vraagt over de bezetting van scholen, lokalen, dat die informatie correct en betrouwbaar wordt aangeleverd. En dat gaat het systeem alleen maar betrouwbaarder maken. Ik kan niet oordelen over anderen of vorige. Ik heb hier nu op het ogenblik te maken als minister met deze problematiek. En je gaat ordening op moeten maken. Dat vraagt om tijd, dat vraagt om dialoog, dat vraagt om systemen. Maar in de tijd wij leven in de informatie, technologie, maatschappij, dat zou geen probleem hoeven te zijn. Ja? Dus dat probeer je. Je hebt onbeheerste processen, je moet het beheersbaar maken. En dat gaat met goede afspraken, maar mensen moeten vanuit de basis die data wel oprecht en eerlijk inleveren. Dat is het verhaal. Dank u wel, minister. Volgende media. Ja, dank u. Ivan Cairo, de Waardheid. Goedenavond. Ik heb vragen van minister Dasai en minister Ori. Minister Dasai, u heeft net gesproken over Suriname's carbon negatieve status. En het feit dat we vanaf 2028 olie gaan produceren op zee. Wanneer dat gebeurt, hoe carbon negatief zijn we dan? Of laat me het vast vragen, hoe carbon negatief zijn we nu? En wanneer die olieproductie begint op zee, hoe carbon negatief worden we? Dat is één. Er is in verband met die oliewinning of die aanstaande oliewinning een milieueffectenstudie gedaan. In grote lijnen kunt u misschien aangeven wat die studie heeft uitgewezen en waar de uitdagingen en grote risico's liggen. Dankjewel meneer Cairo voor uw vraag. Ten eerste dat van onze carbon negatieve status. Dus omdat wij een carbon sink zijn. We hebben ongeveer 18 gigaton aan carbon sink. We hebben dus zoveel miljoenen hectare, als ik me niet vergis, houd me ten goede, 15 miljoen hectare aan bos. Dus we hebben een hoge carbon sink. Dus we hebben de simulatie gedaan. Hoe zit het als wij starten met olieproductie? U moet weten, er is een verschil tussen wanneer u olie boort en wanneer u olie gebruikt. Dus als u olie boort, zijn er natuurlijk activiteiten. Er is bijvoorbeeld straks meer infrastructuur. Die sector gaat natuurlijk veel meer machines, bedrijvigheid gaat komen. Er is de uitstoot. Maar als we die olie exporteren, wil niet zeggen dat we die brandstof die we produceren, dat we dat hier in Suriname uitstoten. Het wordt geëxporteerd. Dus waar het wordt gebruikt, daar wordt hij dus uitgestoten. En dat is dus niet in Suriname. Dus voor een groot deel, het wordt geëxporteerd. Dus die simulatie hebben we gemaakt. En er is een sprong natuurlijk, maar vanwege onze bossen blijven nog negatief. En ik had het daarnet ook gezegd, als we doorgaan met die mitigatiemaatregelen. Want je hebt dus in feite als dit jouw lijn is onder je nul. En dat komt door je bossen. Die lijn zakt verder met die mitigatiemaatregelen. Dus als we overgaan tot het gebruik van hernieuwbare energie, zeg maar dat op een gegeven moment overgaan tot elektrische auto's, hebben we nog meer mitigatie, hebben we dus minder uitstoot. Want onze grootste uitstoot zit nu in de energiesector. Als we dus kijken naar een landbouw, hoe we dus nu onze landbouw uitvoeren, die slash and burn, die traditionele landbouw bijvoorbeeld. Als we dat dus op een gegeven moment niet meer doen, heb je dus ook minder uitstoot. Dus al die maatregelen zorgen ervoor dat we dus carbon negatief blijven. Maar waarop we ook moeten letten is dat wanneer we beginnen met die oil and gas, dat we dus andere bedrijvigheid hebben, andere sectoren gaan ontwikkelen, production bedrijven, zeg maar. Dus daarom hebben we ook gekeken naar hoe gaan we die groene strategie uitvoeren. Dus niet lang geleden zijn we begonnen met een Green Development Strategy. En die Green Development Strategy moet ons dan begeleiden, moet de sectoren begeleiden, hoe we die andere sectoren gaan ontwikkelen. Want wat we zeker nog willen, en voor altijd willen, omdat dat in feite
duurzamer is dan olie, goud of noem maar wat, any other natural resources. Duurzaamste is onze bos. Want als je dat niet kapt en dat behoudt, blijft die absorberen en kunnen blijven verdienen. Dus die klimaatfinanciering, dat moeten we blijven krijgen. Dus onze Green Development Strategy is gebaseerd op twee zaken. Eén is hoe blijven we carbon negatief? Dat is dus één belangrijk punt. En het tweede is onze bossen zo veel mogelijk intact houden om nog steeds te kunnen absorberen. Milieueffectenanalyse. Het NMA is er nu en zij hebben inderdaad de studie ontvangen en ze zijn dan dat nog bezig te evalueren samen met een expertise uit het buitenland. Dus ik heb de resultaten van die evaluatie nog niet ontvangen. Dus zodra dat er al is, zullen we dan bekendmaken hoe het zit daarmee. Dan. Even aanvullend op uw antwoord van daarnet over carbonnegativiteit. U zegt van het bos is het duurzaamste, maar met de ontwikkeling van gas en olie, zoals u zegt, zal er bedrijvigheid komen, er zullen waarschijnlijk andere wooncentra ontstaan, ook bedrijven zullen ontstaan, daarvoor zal je bos moeten kappen. Dus hoeveel effect gaat dat hebben op onze status? Ja, dus onze landgebruik gaat natuurlijk worden beïnvloed, sowieso. Want als u kijkt naar andere landen die zijn ontwikkeld, hebben ze al hun bossen gekapt. De vraag is nu, we zijn nu op 92,6% bosbedekking. Hoeveel moeten we inleveren? Want je hebt één deel van het volk die ontwikkeling wil zien. Dus als we naar het buitenland gaan, als we naar Nederland gaan of naar Amerika gaan, dan zien we al die mooie gebouwen en dan willen we ook genieten van al die wolkenkrabbers en zo. Wat willen we precies? Dus onze Green Development Strategy maakt die simulatie. Eén simulatie is business as usual, zoals het nu gaat zonder groen beleid. Hoe gaat dat ontwikkelen? Op de manier hoe we dus nu woongebieden uitkiezen, is op basis van welke criteria. Als we dat verder zouden uitzetten, hoe zou het zijn? Toch? En dat is een business as usual scenario. En dat kan uitwijzen dat we bijvoorbeeld 40% of 50% van onze bosbedekking moeten kwijtraken. Of hoe zou het zijn als we dus met goed milieubeleid die infra zouden bouwen? Dus dat zijn simulaties die we doen. Dus het kan uitwijzen dat bijvoorbeeld van die 92,6 misschien 3% moeten inleveren. Op een gegeven moment moeten we wel een cap zetten van oké, tot daar behouden onze bossen. Als we tot daar, natuurlijk gaan we ervoor streven ernaar om zoveel mogelijk intact te houden. Maar als we bijvoorbeeld net als bij Bhutan, Bhutan was het derde land. Bhutan heeft op een gegeven moment gezegd van oké, we gaan die cap houden op, als ik het goed heb, is het 80%. We gaan het houden op 80%, we gaan niet meer dan dat. Weet je, hebben ze dus ingeleverd. Dus dat moet die studie uitwijzen straks, onze GDS, onze Green Development Strategy. En dan kunnen we op basis van beleid die ontwikkeling doen. En dat is heel belangrijk, omdat als we het doen volgens business as usual, dan kan het erg worden. En dat willen we niet. Dank u wel, minister. Ik kijk dan in de richting van de vrienden van de pers als er behoefte is voor nog een tweede ronde. Oké, bij wie kan ik beginnen? Oké, dan doet u dat in de tweede ronde. Dan kunt u daarmee beginnen, toch? Ik heb net gesproken over het geringe aantal nieuwe inschrijvingen op de pedagogische instituten. Is er onderzoek gedaan waarom er zo weinig nieuwe aanmeldingen komen en wat voor concrete maatregelen gaat het ministerie treffen om zeg maar de aanwas toch groter te maken of om het aantrekkelijker te maken dat mensen zich registreren om tot leraar opgeleid te worden? Kijk, het is zo dat inderdaad we te maken hebben met de imago van het beroep leraar. Het heeft te maken ook met de salarissen, de primaire, secundaire arbeidsvoorwaarden. En daardoor zie je dat mensen steeds meer kiezen voor andere beroepen. Dus het is niet zo interessant meer leerkracht te willen worden. En dat gaat natuurlijk de toevoer naar de pedagogische instituten die we kennen. Vroeger kweekscholen heette dat, heet nu moderne pedagogische instituten stremmen. En ik denk dat inderdaad, ik deel die zorg met u, dat we moeten gaan naar een stukje
toch promoten van het beroep van leerkracht. We gaan ze altijd nodig hebben, omdat je de instroom van de opleidingen, ook naar het IOL, met name Instituut van de Opleiding van Leraren, altijd moet je een gezonde toevoer hebben, instroom van nieuwe leerkrachten die met hard op de juiste plaats de opleidingen volgen. Anders gaan we dus in de toekomst inderdaad grotere gaten krijgen. Wat doe je er tegen? Ja, je zal inderdaad nu ook vanuit mijn ministerie zullen moeten veel meer te zorgen voor campagnes. Dat wel het leerkrachtenberoep natuurlijk interessant is en interessant moet blijven. Tweede is, je gaat zij-instromers moeten krijgen. Dat zijn mensen die dus weliswaar in andere beroepen zitten. Gaan ze zich moeten omscholen om leerkrachten te worden. Dus je gaat verschillende strategieën moeten gaan oppakken om dit soort zaken op te pakken. Maar we moeten de instroom van het onderwijs voor nieuwe leerkrachten en zij-instromers garanderen. Anders ga je dus aan de basis wel een probleem krijgen. Aan de andere kant zie je ook dat op de universiteit zou je de bevoegdheid van leerkracht direct moeten koppelen aan je bacheloropleiding of masters, ook vanuit PTC, waardoor we ook leerkrachten kunnen garanderen die naast hun diploma voor een bepaald vak een pedagogische bevoegdheid ook erbij krijgen. En dat ze dat dus beschikbaar. We zien dat in het beroepsonderwijs, een grote schaarste ook. We kennen de LOBO-opleiding, de lerarenopleiding voor natuurlijk voor de technische vakken. Die moeten natuurlijk ook kijken naar hoe we natuurlijk op een bepaald gebied specialistische leerkrachten krijgen die in het beroepsonderwijs lesgeven. En daar zie je dus toch wel dat je praktijkmensen in staat stelt om met een pedagogische aantekening, dat wil zeggen dat die extra specialistische cursussen volgt die te maken met het lesgeven, instructie geven. En zo zou je met dit soort maatregelen veel meer leerkrachten kunnen garanderen aan de basis, de instroom. Dat is het verhaal. Dank u wel, minister. Volgende media. Minister Desai, even terugkomend op dat van carbon credits. De inheemse en tribale gemeenschappen hebben, als ik het goed heb, in september een brief aangeboden om de verkoop van de carbon credits stop te zetten. Ook omdat er een aantal zaken zijn die, waarvan zij niet eens zijn en ook dat van FPIC een issue is. Zou u misschien hierop kunnen reageren wat het ministerie heeft gedaan met de brief en hoe jullie dus dan verder gaan? Het is heel belangrijk dat ieder van ons dit begrijpt, hoe dat allemaal werkt. Er is een perceptie dat carbon credits alleen komt van, dat je dat alleen kan verdienen uit Standing Forest. En nogmaals, deze carbon credits die we hebben op de markt, komt niet van Standing Forest. Het komt door mitigatiemaatregelen die in feite zijn genomen in de concessiegebieden. Dus niet in de gebieden dus waar je de verschillende dorpen hebt bij de inheemse en tribale. Dus dat is het eerste. We hebben 3 sessies gehouden met de vertegenwoordigers van de inheemse en de tribale groepen. En in feite kan het zijn dat het is heel moeilijk materie. En we hebben dus geprobeerd uit te leggen in verschillende, op de verschillende momenten, op de 3 momenten, hoe dat in elkaar zit. Die brief hebben we ontvangen, we hebben gereageerd erop en we hebben gevraagd om het weer uit te leggen. Deze week heb ik een afspraak met de FITS, omdat die brief komt van de FITS en ik ben uitgenodigd geworden om naar hun te gaan, om ze verder beter uit te leggen van hoe het in elkaar zit. En de FPIC moeten we en willen we toepassen. Maar dan de vraag is van, oké, hoe moet de FPIC uitgevoerd worden? En dat is ook niet duidelijk. Doe je dat met vertegenwoordigers gewoon hier in de stad? Moet er een crew toegehouden worden? Wie moet er allemaal daar zijn? Dus het zijn zaken die allemaal nieuw zijn. Hoe doe je de FPIC het best? Dus er is ook gezegd van, oké, dat wordt ook uitgezocht onder de groepen. En wij, op een gegeven moment moeten we communiceren en kijken wat de beste manier is van communiceren.
Dus wij doen die reach-out graag, al moeten we 30, 40, 100 keren gaan om uit te leggen hoe het zit. Het belangrijkste wat we hebben doorgegeven is dus niet alleen wat het concept is van die carbon credit, dus dat het te maken heeft met mitigatie en nog geen standing forest. Het tweede is dat het gaat om twee fases. Die eerste fase, dat is dus eigenlijk een proeffase, waar we dus kijken naar hoe we met deze mitigatie inkomsten het probleem kunnen verhelpen. En het probleem is nog steeds klimaatsverandering. Dus we moeten niet vergeten dat dit dus dit is een mechanisme. Is een klimaatsfinanciering mechanisme, deze carbon credits. Je hebt dus twee soorten klimaatsfinancieringsmechanismen. Je hebt de market-based en je hebt de general klimaatsfinanciering. De general klimaatsfinanciering zijn dus de funding, de grants die je krijgt vanuit de Green Climate Fund, GEF, etc. En dat zijn grote bedragen, maar we hebben gezien, en dat is het in feite die uitdaging bij elke COP, klimaatskop. We hebben gezien dat er heel veel bureaucratie is. Dat je als land, nog erbij als land, een kwetsbaar land, zoveel aan data moet overleggen, toch aan de funders, zodat ze kunnen zien dat je inderdaad dat je dus last hebt van de impact van klimaatsverandering. Dus het is een hele weg. En het wordt natuurlijk steeds makkelijker en makkelijker, omdat men beseft dat het te veel bureaucratie is. En die andere is de market base. En wij vinden dat we dat een beetje beter in de hand hebben, omdat wij in feite bepalen, als wij dus ons best doen om te mitigeren, dat wij dus sneller kunnen komen aan die middelen. Dus daarvoor vechten we. Dus in de CARICOM hebben we afgestemd dat wij als Suriname, omdat wij de trekkers zijn in de regio, dat wij dat trekken. Artikel 6 van het Parijsakkoord, waar die market-based mechanisme verder wordt uitgewerkt. Zeker dat van de removals. Dus het is heel ingewikkeld. En dit proberen we uit te leggen aan de samenleving. In het bijzonder de inheemse en tribalen. En dan is het kijken naar hoe we het best kunnen communiceren met de ieder. En zeker met hun. En wij willen die reach-out wel doen. Meneer Simon, if you may permit. Oké, minister, u spreekt dat vragen wat wil ze bieden during the COP, want jullie gaan over 2 maanden naar daar. Ja, de Caribische landen die hebben sowieso last van natuurrampen, et cetera. En er wordt al een tijdje gesproken over een fonds. Ga je dat weer aankaarten, because it's not stopping? Dus als het gaat om de Loss and Damage Fund, die was bij de laatste COP goed besproken en de ontwikkelde landen hebben dus aangegeven dat ze een x-aantal miljoenen hebben geplaatst in die fund. Maar het is nog niet in werking in de zin van dat dat mechanisme soepel gaat. Een ander probleem is dat een heleboel landen, en het kan zo zijn dat ze allemaal kwetsbaar zijn, dat ze aangeven dat ze allemaal geld moeten krijgen van de loss and damage. Waar wij moeite hebben als Suriname en eigenlijk de andere Caribische landen, is dat er in feite een index moet komen. Toch? De Afrikaanse landen, de Aziatische landen, die zeggen ook dat ze kwetsbaar zijn. Toch? Maar er is geen duidelijke index welke aangeeft van oké, die landen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zijn het meest kwetsbaar. Dus die moeten als eerste die funding krijgen. Eén groot probleem, merken wij, is dat van onze capaciteit. Je moet in staat zijn om heel goede proposals in te dienen. Er is een heel traject. Het land moet eerst een readinessprogramma opmaken. En in zo'n readinessprogramma wordt het land getraind om proposals op te schrijven. Ze moeten worden geaccrediteerd. Er zijn een x-aantal NGO's die mogen indienen. Toch? En die aanvraag wordt dan gedaan. En heb je dus een heel proces. En dat willen we juist vergemakkelijken. Omdat we niet kunnen wachten. Dus dat is het gevecht. Binnen de Caribische landen hebben we al gesproken over wie gaat trekken. Barbados gaat loss and damage trekken. Wij gaan als Suriname, gaan wij dat van artikel 6 market-based financial mechanisms gaan we trekken.
Dus een x-aantal zaken zijn gelist en de landen zijn dan geïdentificeerd wie gaat trekken. De belangrijke agenda voor deze COP is wel climate finance. En we hopen dat we dus verder komen. Drie vragen voor de minister van Onderwijs en één vraag voor minister Dassai. Minister Dassai, hoe zit het met Max Huizen? Heeft in de tijd aangegeven. Ja, ik ga u vandaag niet over statiegeld vragen. Next time. Max Huizen heeft aangegeven, professor Max Huizen, dat wat er gebeurd is in Stuurmeer forensisch onderzocht moet worden. Hij heeft ook zijn expertise aangeboden. Hij is daarin gespecialiseerd. En samen met NH is dit natuurlijk een zaak. Waarom is het niet doof overgegaan? Minister Ori, mag ik gelijk doorgaan toch? Hè? Ja, maar niet zo'n veel houden woord op één vraag voor de minister. De minister heeft ook heel veel gezegd, hè? Was een kakofonie aan woorden net. Dus ja, oké. Okay. Nee. U zegt net, heeft u gezegd, ik heb uw vraag ervoor, heeft u niet beantwoord over de campus van Hannover en van Mungotapo, of die al gestart zijn. U heeft het gehad over die anderstalige kinderen. Ik kom zelf uit Nederland. Ik weet dat je dus dat eerste jaar had je soms op scholen, dat je dus echt voor die speciale kinderen een klas had. Dat ze dus het eerste jaar leerling de talen kunnen leren. In hoeverre is dat mogelijk bij ons? En u had het over een cacophonie. Hè? Komt het vanuit het ministerie, vanuit de leerkrachten of vanuit ouders? Maar die duidelijkheid blijkbaar is ergens niet helemaal, komt niet helemaal over bij mensen. Misschien kunt u die duidelijkheid geven. Dank u wel. Oké, over de campus. Kunt u indrukken, minister? We hebben in elk geval de campus para. Is, in elk geval zit een HAVO, VWO, waar is het NATIN? We kijken uit naar een MEO, dus dat gaat zijn scholen die daar op starten. De campus is dus in de fase van operationalisatie, klaarmaken, wegen. We hebben elektriciteitsissues daar, waterlijnen. Dat zijn allerlei zaken die de komende maanden verholpen worden, zodat die helemaal naar een volledige campus gaat. Want je moet ook de huisvesting, studenten kunnen ook daar wonen. Hè. Dus we hebben nu de bouwkundige aspecten zijn bijna al opgeleverd, de bouw. Nu gaat het om groen planten, je hebt een zwembad, je hebt een geluidszaal, je hebt een voetbalveld. Dus al die zaken moeten nu personeel moet vallen. Dus, en we hebben nu dus alvast bouwen, dus de bestaande HAVO, VWO draait al erop. En dan gaan we, dan gaan we dus steeds aanvullen om het langzamerhand te integreren in die gemeenschap. Dus dat is één kant van het verhaal. Mungotapu draait ook al, dat is dus ook een HAVO, VWO en dan moet de IMEO komen en dat is een NATIN. Dat is voor de gemeenschap daar. Maar ook daar heb je wat issues van nog, bouwkundig moet het opgeleverd worden helemaal. Stroom is ondertussen daar en waterleiding. Dus dat zijn wat zaken die daar nu plaatsvinden. We hadden een soft launch, we moeten nu samen kijken naar de planning met de deskundigen op welke dag we helemaal zeggen dit is een harde launch, dat is nu de campus gaat draaien zoals ze bijna moeten draaien. Dat zal ergens eind dit jaar moeten voorbereid worden als alles goed loopt. Je moet zich voorstellen wat voor issues we hebben in para om elektriciteit te krijgen, full, want je weet het is een hele nieuwe aggregatoren moeten daar geplaatst worden, allerlei technische dingen, verbindingen, ICT-verbindingen, het is nogal wat kabelwerk. We praten over 16 hectare, ja, met 23 gebouwen, dat is para. Ja. En Mungotapu is wat kleinschalige 8 gebouwen op ongeveer 3 hectare, dus het is een verschil tussen die twee operaties. Maar vooral para, Hannover, is een zware operatie, je gaat veel stroom trekken, je moet zich voorstellen. We moeten, neem bijvoorbeeld die huisvesting van bijna 300, 400 kinderen op de plekken zal. Je moet bedden inkopen, die moeten komen. Het moet allemaal ingericht worden. Dat is nu vol aan de gang. Het geheel moet groen krijgen, dus bomen planten, bloemen. Dus al die dingen gaan dus tot leven komen. Dat, in dat proces zijn wij. Maar al werkende zijn al, dus die basisscholen zitten. Dat betekent, para heeft concreet daar een HAVO en een VWO.
En we hebben dus nu een NATIN komt erbij, waardoor we langzaam op gaan schalen. Wat betreft talen, we zien inderdaad ook een grote toevoer van natuurlijk Cubanen, Venezolanen en Brazilianen. Dat moet je dus oppakken. De beste manier is om toch te laten integreren in, dat doen onze leerkrachten op de een of andere wonderbaarlijke manier. Sommige leerkrachten van ons zijn Portugees gaan leren, Spaans. En dat proberen ze toch de kinderen, zijn jonge kinderen, die nemen de taal heel snel op. Weet je, dus op een gegeven moment zie je in de tweede klas wat je verbaasd is, dat ze toch heel snel het Nederlands eigen worden. Ja, en er zit mooie processen. Stop je ze allemaal te veel in één klas, dan komt die integratie minder met hun vrienden en vriendinnetjes. Dus het heeft zijn voordelen, toch wat we nu doen, CO werkt best wel. Het vraagt wel wat creativiteit van onze leerkrachten om te omstellen van natuurlijk Spaans, Portugees. Wat je dus ziet dat toch wel bij de Chinezen vooral heb ik gemerkt dat de Chinezen heel snel een taal willen leren. Weet je, ze doen al hun best ervoor. Maar bij bijvoorbeeld de Brazilianen gaat het wat moeizaam om hun taal los te laten. De Cubanen zijn ook erg leergierig, dat gaat makkelijker. Dus je ziet ook in de soorten verschillen. Maar ik moet zeggen, het heeft te maken met de openheid in Suriname. De toevoer, de census, de volkstelling gaat straks uitwijzen hoeveel er is. Ja, en ik denk dat we ons toch wel moeten klaarmaken voor even schrikken. Want soms denk je liefst in de onbekende samenleving. Omdat we zien aan de Totonnelaan, maar je ziet toch in die samenleving, in het district Wanica, grote groepen zich vestigen. Ik weet niet hoe dat kan, maar we zien het niet elke dag met ons ogen. Maar anders gebeurt het wel. Dus we zullen met die nieuwe cijfers een nieuwe uitgangssituatie krijgen van... En dat heeft grote effecten voor druk op huizen, op ook het onderwijs en gezondheidszorg. Wat betreft dat verhaal van die kakken, voor wat ik moet zeggen, je kunt een heleboel gradaties hebben. Waar het precies fout gaat, is het communicatie, is het of zo. Maar het is altijd die pieken krijg je aan het begin van het schooljaar. Waar er zich een heleboel complicaties ophopen, terwijl je alle voorzorgsmaatregelen probeert te doen. En toch gebeurt het elke keer. U heeft net de vraag gesteld, ik ben vergeten om het correct. Kinderen worden afgeschreven, dat heeft iets mee te maken. Dat is gewoon iets dat te maken heeft met de overgang van klasse 10 naar 11, 12. Het moment dat je in de 10e klas zit, namelijk het examen, die assessment, de schooladvies. Als het schooladvies is dat je naar beroepsonderwijs moet gaan, betekent dat je op die school daar niet meer, je gaat over van de 10e naar de 11e klas, maar dan ga je dus het beroepsonderwijs niet daar kunnen vinden. Maar de ouders krijgen een briefje waarop staat waarom. En er is ook in de 10e klas een overleg tussen de schoolleiding, de ouders, de leerling over de toekomst. Dus dat verhaal, men weet precies dat men op die school niet kan blijven. Want als je naar een technische school moet, een beroepsonderwijs, kan je niet op die school zitten. Blijf je in het algemeen vormend onderwijs, dan kun je dus daar blijven. Wat wel gebeurt, is dat we bij schoolleiders zien dat ze... Een paar aantal, we krijgen dan dus de informatie over dat kinderen met gedragsproblemen worden zonder meer en te snel afgeschreven op scholen. En in die segment moeten we rekening houden. Het zijn soms denken ze ja. En ook bij die beoordeling van het schooladvies in jaar 10 proberen ze met name de kinderen met bijvoorbeeld gedragsproblemen of die een historie op die school hebben van vaker... problemen met de leiding van die school. Dat te denken van als we ze zo weg kunnen sturen direct, dan zijn ze weg. En dat is soms iets dat niet objectief gebeurt. En daar hebben soms ouders last, dat hoor ik van de inspectierapporten. Als ze naar de case kijken, blijkt dat er toch wel te snel geoordeeld wordt of het juiste belang van het kind daar gekozen is. Dus wij gaan moeten werken naar de situatie om toch... Op het moment dat die school afloopt, probeer je een paar momenten te hebben om met de schoolleiders en de betrokkenen te praten van nou, wij kunnen niet onderuit dat binnenkort ik zelf meer ga studeren nu op de centrale inschrijvingen. Dat denk ik niet meer later. Er zijn dus hele
niet-objectieve situaties. Bijvoorbeeld leerkrachten en bijvoorbeeld schoolleiders hebben de neiging in hun vriendenkring mensen makkelijker in te schrijven op die school. Daar heb je geen grip op. Je kan ook niet die beschuldiging zo. Maar je ziet dat proces niet. En dan krijg je te horen, die school is vol. Die school is vol. Wat je dus moet gaan doen, en dat gaat vragen om een stukje automatiseren, dat we kennelijk in onze bestanden alle scholen moeten stouwen en de centrale inschrijven. En dan ga je criteria zeggen van luister, als jij in een straal van pak een beet 1,5 kilometer woont, dan heb je recht op school die. Maar dan nog ga je dus een paar uitzonderingen krijgen, altijd. Maar dan moet het wel betrouwbaar zijn dat het woonadres waar het kind zit, werkelijk het woonadres is van het kind. Maar je hebt onze samenleving is erg gecompliceerd. Mama en papa zijn gescheiden en het kind heeft 2 adressen, soms 3 adressen. Dus allerlei gekke dingen maak je mee in de praktijk, ik zeg het even zo ruw, die dus dit soort zaken wat betrouwbaarheid compliceren. Waar woont dat kind eigenlijk? En dat is het probleem. Natuurlijk, je hebt dan een centrale inschrijving met eerste keus, tweede keus, derde keus. En dan kun je dus praten, als het niet je eerste keus is geworden, dan moet je naar die tweede keus. En ik denk dat we dat meer moeten beheersen. Tot nu toe hebben we altijd op de kompas geleefd van geef die schoolleiders die verantwoordelijkheid op die school om in te schrijven. Het scheelt. Vaak is het zo dat families hebben historisch kinderen, meerdere kinderen uit een gezin zijn op die school in de buurt opgegroeid. Dus daar wil je niet storen. Maar je ziet dus dat je hebt schoolleiders die het heel goed doen, anderen die dus, je weet niet wat dat mechanisme is. Hoe komt het dat die school binnen een paar dagen vol is? En dan zie je dat is soms favoritisme, dat is persoonlijke voorkeuren, whatever. Maar dat dupeert weer anderen om op die school te komen. Dus dat systeem moet je dus terugbrengen, denk ik, dat een centrale registratie gaat veel werk voor ons vormen, waar je daarna ziet hoe je de eerste keus geeft, tweede keus en derde keus. En dan heb je nog altijd die situaties waar je moet gaan kijken per case wat er aan de hand is. Nu krijgen we bijvoorbeeld constant verzoeken of we niet een kind willen verhuizen van school van noord naar zuid, van zuid naar noord. Je ziet dat noord is juist, de scholen zijn in balans. Ze hebben klassen van 15 leerlingen, 20 leerlingen, ja. Maar Zuid wordt het heel problematisch. Dus het heeft te maken met verschuiving van demografische gegevens. En dat moeten we beter gaan beheersen met onze CBB, met alle instanties die dus dat moeten gaan organiseren. Met de wet, we gaan met 3 nieuwe wetten naar het parlement. En dat noem ik met de wet leerplicht. Onze leerplicht gaat verschuiven van 7-12 naar 4-16. We krijgen dan het verschijnsel van de leerplichtambtenaren. Dat betekent dat wordt een veilige mechanisme die veel meer ook onderzoek moeten gaan doen in de buurten en de wijken. Welke kinderen niet naar school gaan. En je zou ook lijst moeten uitdagen welk kind is in de buurt bijvoorbeeld 4 jaar geworden. Die zou op een school in die buurt terecht hebben op school te gaan. Waar is dat kind? Dan kom je weer terug op de betrouwbaarheid of onze bevolkingsregister. Want is dat kind uit het land? Is die verhuisd? Is die overleden? Je gaat die lijsten moeten nagaan en je gaat dan optellen wat je op een school ziet. En dan kan je direct zeggen met een paar steekproeven, die lijsten kloppen niet. Want hier zouden we 300 kinderen moeten hebben. We kunnen 240 maar traceren, om maar even iets te zeggen. Dus dat betekent, is het belangrijk dat wij moeten gaan geloven in databeheer, betrouwbare data, bevolkingsgegevens, waardoor ook die onderwijsplanning straks makkelijker wordt. En we gaan automatiseringsinstrumenten moeten inzetten om beter die planning te gaan beheersen. Maar ook in de, wie gaat over naar welke klas? Ik denk dat je ook vanaf de kleuterklas een uniek nummer moet toekennen aan bijvoorbeeld een studentennummer, leerlingnummer, waar je het kind gaat volgen gedurende, waar kan dat kind ergens in het systeem? Dan kunnen we ook volgen hoe de kinderen in hun loopbaan in de school, het schoolwezen zien. Dus al dit soort dingen, we leven kortom in een automatiserend tijdsperk. Het zou niet moeilijk moeten zijn. We hebben geen miljoenen mensen in ons land weer. Waar gaat het om? We hebben in ons systeem 120.000, 130.000 leerlingen, studenten in het systeem. Die je makkelijk zou moeten volgen, denk ik. Waar je bij andere landen praat je over miljoenen. Maar ik zeg nogmaals, je hebt soms het gevoel,
dat je in de onbekende samenleving, we weten niet wat er gebeurt, hoeveel het zijn, waar wonen ze, en die dingen moeten we beheersbaar maken. En daardoor zal het schoolplanningssysteem beter kunnen functioneren en een heleboel van dit soort problemen. Dus dat blijven zitten en afschrijven is een merkwaardig verhaal. Mensen worden emotioneel terecht. Ze komen op een school en krijgen ze te horen een afschrijvingsbriefje. Maar het is direct gekoppeld aan het advies van wat het kind is, dus verwezen naar beroepsonderwijs. Dat staat ook op het briefje, maar dan hoor je dat niet op die school. En dat moeten mensen misschien nog verwerken, dat dat uitgelegd aan hen wordt. Die schoolleider moet dat kunnen doen, die heeft de instructie ervoor ook. Maar het is niet zo dat we boosaardige mensen afschrijven. En ik zeg u, die tweede segment is dus mensen met gedragsproblemen. Daar zijn wat rapportages bekend en daar zit onze inspectie zit er bovenop. Want ze krijgen die klachten van die ouders. De ouders moeten zich melden ook bij de inspectie voor dit soort dingen die zijn gebeurd. En er wordt nader onderzoek vaak gedaan, terecht of niet terecht, maar de inspectie kiest altijd voor het belang van het kind. En zegt nee, deze operatie, hoe vervelend dat kind zich ook gedraagt, maar het is niet zo dat we mensen zo gemakkelijk wegschuiven. En dat is iets wat te maken heeft met protocollen, hoe op scholen omgegaan met het inschrijven en afschrijven. Er moet een heleboel gebeuren. Wij proberen vanuit de directie Algemeen Vormend Onderwijs een zogenaamd blauw boekje te ontwikkelen, waarin alle procedures nu van handelen, gedragingen, even goed ingelegd gaat worden. We hebben ook een discussie over mobieltjes op scholen. Moet je niet een code inbrengen, zowel voor de leerkrachten als leerlingen. Dat betekent al wat gedragsintenties, normen en wat. Zul je moeten gaan uitleggen van dit zijn de regels, ook kleding. Hè? Kleding speelt ook een rol. Wat voor soort kleding, wat voor haardracht mag op school en wat mag niet. Ik denk dat we meer van dit soort zaken door vanuit onderwijs, we kennen een schoolreglement, is die schoolreglement op een bepaalde school voldoende duidelijk. En ook in het verkeer tussen schoolleiders, leraren, moeten wij veel meer goede afspraken maken over, we hebben te maken met openbaar onderwijs, daar kan ik het zeggenschap over hebben. Bijzonder onderwijs vallen vaak uit onder stichtingen. Die hebben hun eigen afspraken, maar voor zover het openbaar onderwijs is, ga je veel meer richtlijnen moeten vaardigen, protocollen, om bepaalde handelingen te kunnen onderbouwen. Nu is het soms, gebeurt het op een niet objectieve manier, dat geeft veel irritatie in het systeem, naar ouders toe, naar leerkrachten toe, naar leerkrachten, tussen leerkrachten en schoolleiders, en ook richting schoolleiders naar het ministerie toe. En daar moet je verhelderen door duidelijke systemen in te zetten, vernieuwende systemen. En ik denk, wij moeten sowieso veel meer gebruik maken van automatisering. Vele landen gebruiken leerlingvolgsystemen, waar alles op het systeem zit. Je hebt ook al scholen in Suriname, als ouder krijg je op de app de roosters van het kind, de repetitieweek, zelfs de cijfers worden gestuurd. En ouders kunnen bijna elke dag volgen wat met hun kind aan de hand is. En ze zijn, en dat soort dingen gaan we veel meer breder moeten inzetten in het ons onderwijssysteem. Dank u wel, minister. Ik had nog een vraag. Mevrouw Botse van Travasde. uw vraag over die samenwerking met professor Max Heusden, dat is er uiteraard. De NMA die werkt niet alleen. Internationaal hebben we natuurlijk ook onze partners. Als het gaat om waste en pollution in de regio, in de CARICOM, dan werken we met BCRC Caribbean. Dus als het gaat om advies, second opinion of gewoon het delen van methodologieën, hebben wij dus hun ondersteuning. Ook met FIU, Florida University, en natuurlijk met het instituut van meneer Max Heusden, dat is ADECUS. Daar hebben we een goede samenwerking mee. Als het gaat om de methodologie, professor Max Heusden heeft dus natuurlijk zijn methodologie aangeboden. Ik zeg geen probleem, we zijn open voor alle methodologieën, alleen moeten we weten wat de kosten zijn. Ja, want elke methodologie gaat gepaard met kosten. Dus we hebben dus met hem, we zitten met hem om dat uit te zoeken. Dank u wel, minister.
Ja, mijn volgende vraag is ook weer voor minister Ory. De afgelopen 10 jaar, minister Ory, hebben we verschillende onderwijsvernieuwingen gehad die eigenlijk geen stand hebben gehouden. Het was eerst een 8-jarige basisschool, tegenwoordig praten we van een, over een 12-jarige basisschool, waarbij 2 jaar VWO, VOJ bedoel ik. Hoe serieus moet die samenleving deze onderwijsvernieuwingen zien? Of is het de zoveelste experiment binnen het Surinaams onderwijs? Ja, want als minister A komt, wordt dat on hold geplaatst. Of minister B komt, die doet zijn eigen dingen. Hoe serieus moet gekeken worden naar het Surinaams onderwijs? Laat me dit zeggen tegen u. De onderwijsvernieuwingen zijn begonnen sinds 2004. Dat is bijna dus 20 jaar. Dat is heel systematisch opgebouwd. Als u duikt in het dossier, en dat moet u echt een keertje doen. Als ik zo u hoor praten, zou ik echt aanbevelen. Dan gaat u zien hoe er een lijn in zit. Kijk, Suriname is ook onderheven aan UNESCO-eisen, de wereldkijkers. Je maakt deel uit van de United Nations en op ons druk SDG 4. Om te kijken naar kwaliteit van onderwijs. En dat betekent, die druk van buiten is enorm groot op ons. En men heeft al lang gezien dat ons onderwijssysteem afstand van een koloniaal systeem van bijna 50 jaar. En wat we nu doen met behulp van ook donoren om sinds 2004 ons onderwijssysteem liever op maat te brengen naar de behoeften van deze samenleving. En wat we zien, dat ons onderwijssysteem heel leerstof georiënteerd is en heel cognitief eenzijdig. En dat is dus voorzichtig aan het doorbreken. En we zijn begonnen met de 11-jarige basisschool. Dat was het eerste project, Basic Education Improvement, BEIP. En daar is de eerste 20 miljoen gekomen om vooral te werken naar meer kindvriendelijk onderwijs naar het kind toe. Dus we letten op de kwaliteiten en de talenten van het kind. Want wij kennen een leerstofjaarsysteem waar je zit in een klas met 30 leerlingen en men kijkt naar het gemiddelde. Ja? Als je boven 5 hebt, zit je goed. Onder de 5 is wakkie. En nu, wij hebben dus meer richtlijnen ontwikkeld om steeds meer naar dat soort didactiek te gaan, meer aandacht voor het individuele kind. Tweede is onze leerboeken. Dat waren dus erg verouderde, vooral koloniaal gerichte informatie. U weet zelf, Ot en Sien hebben mensen hier gehad over sneeuw, over kastanjes. Dat is veranderd. En ik kan u vertellen, kom met me mee naar die boeken kijken. U zult zien wat we nu hebben geïnvesteerd in leerjaar 1. Leerjaar 1 en 2 zijn lage vreubel, hoge vreubel geworden. Leerjaar 3 is dus eerste klas. En je ziet, het is helemaal vernieuwd. Wij stoppen dus heel veel tijd en geld in de opleiding van leerkrachten. In nieuwe methoden en technieken, didactische analyse, om rekenen te geven. En ik kijk niet zo dramatisch naar dat proces. Het is een hele evolutie geweest van 2004, waar we nu zijn. En leerboeken zijn veranderd, we hebben scholen gerenoveerd, we hebben trainingscentra. Er is een enorme investering van $120 miljoen in het systeem. En ja, die vernieuwingen gaan gewoon door. Ze moeten zelfs in het systeem. Ons land kan niet achterblijven, die hele wereld verandert. Maar we zijn het lang niet. Ja, dat er irritaties zijn, ja, en die zullen blijven. Nergens in de wereld is onderwijsvernieuwing over een leien dakje gegaan. Maar we moeten geloven erin dat er communicatie misschien minder is of mensen het gewoon niet willen begrijpen. We kennen mensen, zijn een groep mensen die altijd ook in het veld heel snel meegaand zijn. Heel veel mensen doen goed ook mee. Maar je hebt een groep van twijfelaars en je hebt een groep van zeer negatieve, de leggers noem ik ze dat. Alles wat nu is, vallen ze aan. Die middengroep is interessant. Je blijft ze motiveren om het over te nemen. Dus ik geloof wel dat deze onderwijsvernieuwing nodig is. En dat is over de laatste 20 jaar hier verschillende fases gehad. In 2020 was het serieus, waar mevrouw Marie Levens de leiding had. En zij heeft gezegd, nu gaan we dat ding implementeren. En we hadden mee COVID. Ja. En dat was het moment waar het bijzonder besluit is genomen. We gaan dat nu heel stevig implementeren.
En dat is dus een discussie, wat is er nou, 11-jarige basisschool? Is het de 8-jarige heeft gewoon te maken met alleen kleuter 2 jaar en de 6 klassen, dat is 8-jarig. Maar met de discussie was, wat betekent MULO? Wie kent de afkorting van MULO? Meer uitgebreid lager onderwijs. Dus wat men heeft gedaan, en dat is op zich goed, dat we wij selecteerden een jong kind op zijn 12e jaar met die GLO-toets, zoals hij kent de 6e klas toets. 12 jaar. Dan krijg je te horen of je moet naar MULO, of naar LBO, of je moet blijven zitten. En 50% werd daar, vond er een soort slachting plaats in ons systeem. Je kan dat volgen. Wat we nu hebben gedaan is, die eerste 2 jaren van MULO hebben wij dus gebracht als de bovenbouw op die 8 jaar. En dat is jaar, leerkracht 9 en 10. En wij zeggen, wij verplaatsen die 12-jarigen naar de 14-jarigen. Veel meer mature. En in het curriculum van 9 en 10 proberen we beroepselementen in te brengen, dat dat kind interesse opwekt, gekregen wordt over wat wil die eigenlijk worden. En dat zit die aantrekkelijk, de beroepenmarkt, beroepen leren kennen, herkennen en proberen de talenten van die kinderen wat meer naar voren te laten komen. En we zien dat dat systeem van ons eigenlijk te cognitief en hard is, terwijl je die talenten niet eruit zegt. De mensen die beeldende vormen willen doen en andere soorten interesses kwamen. En dat is dus wat aantrekkelijker nu geworden met leerjaar 9 en 10. Vervolgens hebben wij gezegd, beroepsonderwijs moet je stimuleren. En die LBO heeft een negatief imago door de jaren heen, terwijl beroepsvorming heel belangrijk voor Suriname is. Dus wat zei je? We hebben dus die toets van leerjaar 8, 6 vroeger verplaatst dus naar 10. En dat is dus wat we noemen assessment, maar dat is eigenlijk gewoon een schooladvies. Die bestaat uit 4 componenten. Niet meer alleen een Engels examenresultaat, maar examen is 1 component. Tweede component is ook hoe de schoolgeschiedenis van het kind was. En het derde is hoe belangrijk dat ze krijgen wat opdrachten om die arbeidsmarktberoepenbeurs, die opdrachten te doen. Dan krijgen ze voldoende. En laatste is een beroepentest, waarbij de ouders met het kind en de schoolleiding naar het kind kijken. Ben je nou geschikt voor algemeen vormend of ben je geschikt voor beroepsvorming? En vaak die 4 componenten komen nu in een schooladvies en dan praten de mensen door en wij trainen echt die schoolleiders om met de ouders ook een stukje betrokkenheid op te voeren. Wat is goed voor het kind? En dat is op basis op die keiharde dossier, niet meer met cijfers van wat, en het kind heeft ook een inspraak in zekere zin. Dus dat is die vernieuwing die nu plaatsvindt en dan komt er een adviesrol. Ben je het oneens als ouders over het advies, mag je nog een bezwaarschrift indienen? Vorig jaar hadden we 760 bezwaarschriften. Dit jaar is het, voor zover ik het heb gehoord, onder de 10. Dat wil zeggen, men is steeds beter gaan begrijpen waarover het gaat. Nogmaals, school heeft een advies. En als het advies zegt, je kind moet naar LBO, beroepsonderwijs, mag je nog protesteren. En wij proberen elke bezwaarschrift dus serieus te nemen en te praten met de ouders wat we in het dossier zitten. Maar uiteindelijk zijn er ook beslissingen genomen dat als de ouders persisteren, dat we toch proberen het kind daar naar de zin van de ouders te sturen. En dat zien we. Dus dat systeem is veranderd nu, dus dat we leerjaar 11 is natuurlijk beroepsvorming, leerjaar 11 is AVO. Dus je hebt 2 takken. Ja? Maar in leerjaar 11 doet zich een interessante mogelijkheid voor dat bij de, wat we in de 3e klas MULO hadden, een examen die je kon maken voor VWO, HAVO en NATIN. De VHN toets heet dat mooi. Dan krijg je nog een kans als je bijvoorbeeld een verkeerde keuze zou hebben gemaakt voor beroepsonderwijs, kan nog steeds het kind de VHN examen doen om alsnog bijvoorbeeld HAVO te gaan doen. Dus dat is nu die verandering die we maken op dit ogenblik. En dat moet mensen een beetje gaan begrijpen. Die vernieuwingen zitten ook in de beoordelingen van toetsen. Wij proberen peilingtoetsen in het systeem te hebben. Wat doen we tussen 3 en 8? Dat we 2 keer per jaar buiten examen
een peiling toe, wat is het niveau van taal en rekenen, om te gewoon te kijken op onze scholen van, hey, halen de kinderen het niveau van taal, rekenen, om bij te sturen. Ja, en als het slecht is, dan weet je het ook. En dat geldt niet als een cijfer direct, het gaat erom, het is een diagnostische toets voor die organisatie. En dat zijn die vernieuwingen die we inbrengen. We hebben dus een heleboel leerkrachten zijn getraind, we blijven zijn getraind. En waar gaat het om? Ontwikkelingsgericht. Dat betekent, je moet meer naar het kind kijken. In die klas moet je kunnen differentiëren. Ik zie een zwak kind met rekenen. Maar niet alles van rekenen doet dat kind slecht. Dus wat doe je? Je gaat analyseren. Is het nou breuken? Wat is dat ding? Dus dat kind gaat extra kuren, noemen we dat zorgcoördinatoren. En op de basisschool hebben we speciale opleiding en ze zijn er ook al, die assisteren in de klas. Eigenlijk de leerkrachten om juist de kinderen die aangewezen worden, die extra hulp worden, om ze dan te helpen. Dus dat systeem is al aan het veranderen, waar we resultaten boeken dat kinderen meer steun krijgen, de zwakkere leerling, dan normaal in die klas gewoon te zitten en eind van het jaar, je bent blijven zitten. Weet je, dus dat verschil is er al. Mevrouw Marie-Leven heeft toen heel snel gekozen om gratis doorstroom, wat schokkend was, want we waren niet genoeg voorbereid. En wat zag je dus? Bijna 2 jaar zijn mensen, wat ze noemen, gratis overgegaan. En dat bracht de attitude bij de kinderen van luister, waarom moet ik me inspannen? Nu kwam 2 mei binnen als minister en ik schrok ook van de resultaten, maar ik kon op dat moment 2 mei niet ingrijpen, we waren al bijna tegen het einde van een jaar. Dus ik heb gewoon gemeend voor het schooljaar 23-24 wel de normale normen weer terug te brengen. Dat is, je gaat blijven zitten, is echt mogelijk als je een slechte beurt hebt gemaakt. Dus de normale berekende 5 zijn teruggekomen. En dat heeft slachtoffer geëist. En dat heeft ook zichtbaar gemaakt waar die leerachterstanden zijn. Want je zegt plotseling, men zegt, mijn god, ik ben toch blijven zitten. Waarom ben je blijven zitten? En je ziet er 2 zaken vallen steeds op. Rekenen en taal, rekenen en taal, rekenen. En wat wij geleerd hebben, dat we langzaam op onze basisscholen vakleerkrachten moeten brengen. Want wat gebeurt op die lagere school? U weet het ook zelf. U had 1 leerkracht in de klas die gaf geschiedenis, adreskunde, rekenen, alles. Maar niet iedereen is zo bright. En wat wij zien, mensen geven rekenen, maar ze beheersen rekenen zelf niet. Mensen geven taal, maar ze beheersen taal niet. Zelfs ik als minister ben een paar scholen heb ik bezocht en dan zie ik achter mijn rug taalfouten op het bord. Kun je je voorstellen als je daar loopt en dan zie je een verkeerde D en een T of een verkeerde voortzetsel. Dus wij gaan die vernieuwing langzaam doorbrengen in het systeem. Het is een mos, anders gaan wij niet mee met die grote wereld kunnen gaan. Onze kinderen doen het nog steeds gelukkig goed in het buitenland, ondanks alle dramatische verhalen. Ik zie mezelf ook als product van dit onderwijssysteem. Ik kom van de Petunia School, ik kom van de Poolschool, ik kom van OS Sandrij. Ik ben geboren Paraan, ik ben in Para geboren. Mijn vader was bij de luchtvaartdienst. En ik ben opgegroeid in Sandrij, OS Sandrij. Met onze Indiaanse broedertjes van Mata zaten in mijn klas. Ik was de enige die schoenen aan had. Ik vertel u, ik heb die dingen ook gezien. En vanaf de 5e klas zijn we naar de stad gekomen. Maar ik ben een product ook van het onderwijssysteem hier. En ik heb het echt niet slecht gedaan. Maar we moeten veranderen omdat die nieuwe beroepen en gelukkig Surinamers werken overal in de wereld. Ja, en wat wij moeten doen, we gaan stoppen, geld stoppen in de zorgleerlingen. We gaan geld moeten stoppen in het onderwijs in het binnenland. Want we zitten nu met een groot land. En we zien dat we ongeveer 12.000 leerlingen zitten in het binnenland, die hebben we geregistreerd. Heel veel ze zitten al in de stad. Het gaat om 12.000 leerlingen die op verschillende resultaten geen toegang onvoldoende gesteund worden. En dat heeft te maken met de infrastructuur, leerkrachten die daar willen gaan. We moeten dat gaan verbeteren. En ik denk dat distant learning, mogelijkheden om les op afstand te geven, daar volgens mij de sleutel is, want het geld die we nu stoppen in bootvervoer, vliegtuigvervoer, op locatie, is verloren geld omdat het niet die rendementen brengt, want we zien het aan de resultaten van de prestaties. Maar het zijn onze kinderen,
onze broeders en zusters en kinderen die natuurlijk zo slecht hebben. Ik wil ontnemen kansen van jonge kinderen. Weet je, sommige plekken, we zijn nu blij, Brokopondo krijgt ook een campus waarbij Sijin een goudmaatschappij bouwen. Dus bijna op 15 hectare gaan nu. Eerste steenlegging is over een paar weken. Dan krijgt ook Brokopondo een mooie scholengemeenschap. Met gymzaal, met alle zaken, met voorzieningen. Dat betekent para, Kommerwijnen. En we hebben dus in Marowijnen. Maar we gaan veel meer naar het concept van die campus. Waarbij meerdere schooltypes op één terrein zitten. Waardoor het kind geen broeiert. Want je kan op hetzelfde terrein ga je van die ene school naar die andere school. Dat is een concentratie met alle faciliteiten bij elkaar. Dat is de moderne toekomst. En ik denk dat Suriname grote stappen maakt door met dit soort zaken. Wij experimenteren niet, is een te gemakkelijk woord. Het gaat erom, je moet die onderwijsvernieuwingen doorzetten. Ik hoop dat u geïnspireerd raakt door dit verhaal. U moet beter gaan lezen, we moeten u meer die stukken laten zien. Dan ziet u de hele historie. Ik weet het omdat ik al die jaren ferm erbij was. Sommige dagen was ik eruit. Ik heb dat ding altijd gevolgd. En we moeten meer gaan studeren op wat die onderwijsvernieuwing. Het is niet negatief. Het heeft soms wat fout, wat als een bepaalde minister aan de macht komt die niet begrijpt wat het om gaat, neemt die verkeerde beslissingen. Maar je moet geloven als regering dat je een lijn moet volgen. Daarom zeg je, wetgevingsprojecten zijn belangrijk. Je hebt nu de wet op de 10-jarige basisschool, gaat nu naar het parlement, volgende maand gaan we het behandelen. En daar wordt die politieke strijd gevoerd. Ben je voor die vernieuwing, laat je gezicht zien. Ben je tegen die vernieuwing, laat je gezicht zien. Maar we gaan het vastleggen nu in de 10-jarige basisvorm. Dus die discussie 8, 11, 12 gaat bezoedeld worden. Het is een 10-jarige basisvorm. En als men nu wil, even goede vrienden. Maar ik kan me niet voorstellen dat je na zoveel investering dit kan terugdraaien. Maar dit is het onderwijssysteem waar we op dit ogenblik geloven. Maar onderwijsbeleid is dynamisch. Anderen komen, over 10 jaar zal het wat anders zijn, maar op het ogenblik is vooral accenten op beroepsonderwijs en algemeen vormen. Dat is dus de discussie die we nu voeren. Dank u wel, minister. We zullen afsluiten. Ten slotte wens ik mede te delen dat er tijdens de regeringsraadsvergadering goedkeuring is verleend aan grondconversie voor 415 belanghebbenden om hun grondhuur of erfpachtperceel te converseren tot eigendom. Hetgeen de belanghebbende bestaanszekerheid biedt. De president had gisteren voldaan aan zijn grondwettelijke plicht. We weten waar wij vandaan komen als land in 2020 bij het aantreden van de huidige regering. En dat wij anno 2024 in een veel betere positie, dat wij ons in een veel betere positie bevinden. Waarbij er gesproken kan worden van een inflatiedaling van 60%, geprojecteerd naar 14% eind dit jaar door het IMF. Economische groei van negatief 16% naar plus 3%, wat op internationale norm is. Verhoging van sociale uitkeringen. Het digitaliseren van overheidsverdiensten ter transparantie en efficiëntie. Ik wens ten slotte mede te delen dat de regering zich zal blijven inzetten om te zorgen voor welvaart en welzijn voor elke Surinamer.